kreeg dat jaar nog met een andere affaire te maken. De Blaricumse miljonair en kunsthandelaar Pieter Menten was in 1949 veroordeeld voor zijn hulp aan de Duitsers in Oost-Polen. Maar in de zomer van 1976, toen enkele van zijn kunstwerken werden geveild, kwamen de kranten met een nieuwe beschuldiging. Menten zou ook verantwoordelijk zijn voor de dood van minstens 120 Joden in het Poolse Lemberg. Het is het meest belachelijke wat ze me voor de voeten hadden kunnen gooien. En mensen doodschieten, dat konden de Duitsers ook wel, daar hadden ze mij niet voor nodig. Maar toen de Nederlandse justitie Menten na heropening van het onderzoek wilde arresteren, was hij gevlucht. Minister Van Agt werd erop aangevallen en balanceerde op het randje van aftreden. Uiteindelijk werd Menten in Zwitserland gearresteerd, waar hij zich in een hotel bij Zürich had schuilgehouden. Meta Menten verklaarde dat haar man voor zijn vlucht was gewaarschuwd door een medewerker van het weekblad Accent. En toen heeft hij dus blijkbaar deze alarmerende berichten van die Accent-medewerker gehoord, dat het ontzettend gevaarlijk, dat een heel complot was tegen mijn man vanuit Sovjet-Rusland en vanuit Polen. Nou, als mijn man er ergens bang voor is, dan is het voor het communisme. Hij is banger om uitgewezen te worden naar Polen en de Sovjet-Unie dan naar Nederland. Ja, mijn man is niet gevlucht voor de Nederlandse justitie, absoluut niet. Daar is mijn man, hij is toch al die maanden ook in Blaricum gebleven? Hij is op zijn post gebleven, hij wou zich verdedigen, maar hij heeft niet eens de kans gekregen om zich te verdedigen. Hij is niet eenmaal verhoord. U ziet in deze vlucht niet een vorm van bekentenis? Integendeel. Mijn man heeft altijd gevochten tegen de Russen, tegen de Duitsers. En dat wat hem na de oorlog is overkomen door de Hollanders. En heeft nu 6 maanden heeft hij weer gevochten. Maar zonder enig resultaat. Alles is achter zijn rug onbekokstoofd. Hij is nooit eens gehoord. Hij is nooit eens door hogere ambtenaren van het Openbaar Ministerie verzocht om eens te komen praten. Of hoe dan ook. Niets. De Amsterdamse rechtbank veroordeelde Menten tot 15 jaar gevangenisstraf. Maar 2 jaar later werd hij op last van de Haagse rechtbank weer vrijgelaten. Want volgens getuigen zou de toenmalige minister van Justitie hem in het begin van de jaren 50 hebben toegezegd dat hij niet verder zou worden vervolgd. De vrijlating van Pieter Menten riep in het hele land verbijstering op. En voormalige oorlogsslachtoffers demonstreerden. Maar Mentens verdediger, meester Van Heiningen, was tevreden. We kunnen niet anders dan met voldoening vaststellen dat de Haagse rechtbank eindelijk recht heeft gedaan.